beetje zijn handelsmerk van gemaakt, hè? Grote bekende Amerikaanse en Engelse hits om daar een Nederlandse beweging van te maken. Dat doet hij ontzettend goed voor Mike Petersen. Had hij ook al de hit Ik kan zo niet verder, dat was van Sam Smith. En nou, deze ook weer. Ik kan er even niet op komen. Don't you worry about the thing. Maar nou, wie doet het in Engels, maakt ook niet uit. We zijn een Nederlandstalige station en daarom draaien we de Nederlandse versie. Mike Petersen dus. Het zit erop. Ja, het zit erop inderdaad. Bijna 6 uur op deze dag, de dag 8 februari, de dag waarop in 1947 Jan van der Hoorn de 9e Elfstedentocht wint. Dat is lang geleden en dat zal er wel niet meer voorkomen, denk ik, haast van de Elfstedentocht. Tenminste, dit jaar niet meer. In 2014 overleed Els Borst. Nou, achteraf is gebleken dat ze vermoord werd. Hè. En dat speelt nog steeds de 81-jarige Nederlandse politica. En in 1936, Jean-Antoinette Jacques, die vraagt Troy aan op een reep chocolade. En dat is de beste uitvinding die hij ooit gedaan heeft, volgens mij. Voor straks eens smakelijk, geen chocolade, denk ik. En een hele fijne avond. Tot slot, Jan Smit. Na verloop van tijd ken ik mijn eigen grenzen wel. Ik inmiddels nu wil ik hem gaan. Of wil ik heel lang een voel of even iets te snel. Als ik ga, trek ik al gauw mijn eigen plan. Want de nacht is dan van mij, zolang het dan maar loopt. Ook al ben ik dagen later nog gesloten. Zit ik de hele avond uit. Ze kan overal mee, niet mooi naar mij. Want de nacht is van mij, zolang het dan maar loopt. Ook al ben ik dagen later nog gesloten. Zie wel hoe ik thuis kom. Het moet me doen. Afslag 3.6 werd mede mogelijk gemaakt door Teunissen Tuinhuisjes. Dit is Radio NL in Assen en Weilen op 97.1 FM. En in Emmen en Klaasinaveen op 89.9 FM. Gevelrenovatie, voegwerken, gevelreiniging, impregneren, dakpankoten, kelderafdichting, het leveren en aanbrengen van buitengevelisolatie en stijgenverhuur. Peters Gevelonderhoud. Al meer dan 20 jaar ijzersterke renovatiewerk. Kijk op peters-gevelonderhoud.nl. Autobedrijf Postema in Emmen. Onthoud deze naam. Want wanneer u op zoek bent naar een goede occasion voor een scherpe prijs, uw auto APK